Een toekomst van duurzame energie op zee en schone scheepvaart. Wereldwijd varen tienduizenden schepen ieder moment over de oceanen en rivieren. Ze nemen ongeveer 90% van de totale wereldhandel voor hun rekening. Transport en energieproductie zijn beide hoofdzakelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Olie, gas en steenkool zijn goed voor meer dan 80% van onze totale energievoorziening. Al ruim een eeuw hebben deze energiebronnen in al hun overvloed de ontwikkeling van industrie, technologie en gezondheidszorg enorm gestimuleerd en daarmee onze levensstandaard enorm verhoogd. Deze ontwikkeling heeft ook extreme bevolkingsgroei veroorzaakt, vooral in de kustgebieden. Hoewel fossiele brandstoffen een ongelooflijke motor voor ontwikkeling zijn geweest, vormen ze ook een grote bedreiging voor het klimaat en voor onze toekomst. We moeten onze industrieën en transportsystemen koolstofarm maken om de CO2-uitstoot en de gevolgen hiervan voor ons klimaat drastisch te verminderen. Als we willen dat onze planeet bewoonbaar blijft, moeten we duurzame energie ontwikkelen en nieuwe gebieden vinden om te leven en voedsel te produceren. Deze belangrijke energietransitie vindt al plaats. De oceanen, die meer dan 70% van het aardoppervlak beslaan, zijn volgens ons de sleutel tot een duurzame toekomst. Om de effecten van energiegebruik op ons klimaat te verminderen, is emissievrije scheepvaart de enige weg vooruit. Dit kunnen we realiseren door schepen efficiënter te maken, maar ook door wind en andere duurzame energiebronnen in te zetten. Hoewel nieuwe hydrodynamische scheepsontwerpen al optimale prestaties hebben geleverd, zal de integratie van energie- en voortstuwingssystemen ons zelfs emissievrij maken. Dit kunnen we bereiken door al bij het ontwerp van een schip de analyse van voortstuwingssystemen en hydrodynamische prestaties te combineren. Wind zou ook gebruikt kunnen worden als een extra voortstuwingsbron en zou geschikt zijn voor de meeste vrachtschepen. Dit zou invloed hebben op zowel het scheepsontwerp als de infrastructuur. Op de langere termijn is echter een bredere aanpak vereist. Emissievrije scheepvaart kunnen we alleen bereiken door duurzame brandstoffen te ontwikkelen als alternatief voor fossiele brandstoffen. De scheepvaart zou in 2050 energie-neutraal kunnen zijn als we schepen laten varen op wind- en zonne-energie. Wind en zon bevatten enorme hoeveelheid duurzame energie die op zee overvloediger aanwezig is dan op land. Het opwekken van deze energie vraagt om offshore windparken en drijvende zonnepanelen, maar ook om golfenergieinstallaties, getijdenturbines en thermische energieinstallaties. We ontwikkelen methoden om enorme hoeveelheden duurzame energie efficiënt op te slaan, bijvoorbeeld in de vorm van waterstof, vloeibaar methaan of ammoniak. Wanneer deze technologieën op zee beschikbaar komen, zal dit een transformatie betekenen voor de scheepvaart en havens, waardoor een geheel nieuwe maritieme infrastructuur ontstaat. Grootschalige hubs voor de opslag en overslag van wind- en zonne-energie zullen langs belangrijke scheepsvaartroutes worden geplaatst. Langs rivieren of in afgelegen gebieden zal kleinschalige energieproductie ontstaan voor verdere herverdeling hiervan. Deze energieeilanden kunnen worden gebruikt voor de conversie en opslag van duurzame energie. Maar ook als logistieke eilanden voor de overslag van vracht van grotere naar kleinere schepen. Om dit alles werkelijkheid te laten worden, is grootschalige technologische innovatie nodig. Een grote uitdaging voor diverse sectoren. Dankzij deze energietransitie kunnen bevolkingsgroepen over de hele wereld profiteren van lokaal geproduceerde en opgeslagen duurzame energie en van een duurzaam milieu, en dat zij met elkaar verbonden blijven via emissievrije transportinfrastructuren. Deze energiehubs zullen niet alleen de scheepvaart van de volgende generatie ondersteunen, maar ook nieuwe mogelijkheden geven voor drijvende steden. De stijgende zeespiegel in dichtbevolkte kustgebieden dwingt mensen al naar het water. Deze hubs kunnen een duurzamere en veilige omgeving bieden voor deze bevolkingsgroepen. Deze aankomende revolutie vereist dat we opnieuw nadenken over de manier waarop we omgaan met onze blauwe planeet. We moeten het transport over zee en de energie van morgen opnieuw vormgeven. Dit is een buitengewone kans voor onze toekomst, maar het is ook een moeilijke uitdaging. Marin zet al haar kennis in om samen met de industrie en de overheden deze innovatie te stimuleren, zodat deze verandering kan worden gerealiseerd. Marin. Better Ships. Blue Oceans.